Hallo, ik ben Hilco Bos en samen met mijn ouders Koos en Agnes en mijn broer Arjan hebben wij een akkerbouwbedrijf in Groningen. Op ons akkerbouwbedrijf is de pootaardappel het belangrijkste gewas met ongeveer 75 hectare. Daarnaast hebben we ongeveer 14 hectare zaaiuien. We hebben wintertarwe, wintergerst en graszaad. Wat betreft seizoen 2014 kan ik zeggen dat het voor ons eigenlijk een heel mooi seizoen geweest is. Het liep eigenlijk allemaal wel redelijk op rolletjes. Mooi groeiseizoen gehad. In het begin was het wel droog, maar we hebben een paar keer wat regen gehad. Daar hebben we goed van kunnen profiteren. En eigenlijk alle gewassen die waren heel vroeg dit jaar. Wat eigenlijk een beetje opvalt dit jaar is dat het begin van het seizoen was het eigenlijk heel erg droog hier in dit gebied. En dat kan je ook wel terugzien in vooral de vroege rassen. Die hadden een wat lagere setting en opbrengst was wat gewoontjes van deze rassen. Maar eind juni, toen hebben wij hier lokaal nog kunnen profiteren van een flinke plensbui. Dat gaf over de verschillende percelen tussen de 20 en de 63 mm. Het viel overigens binnen een uur. Maar goed, voor een aantal rassen kwam die regen precies op het goede moment. En vooral de later rassen, die konden toen nog weer een flinke poos doorgroeien. En die hebben het qua opbrengst dan ook erg goed gedaan hier. Eigenlijk, als het elk jaar zo kan gaan als dit jaar qua oogst, dan tekenen wij daarvoor.